inmiddels door de 60.000 heen gaan, hè, of heen gaan zijn op mijnpublieg.com. Dus dat is mooi. En even kijken hoor. Dus wij houden ons vandaag op het gebied van daytrading bezig. Dat vinden we belangrijker. En zijn er aardig wat bewegingen geweest vanochtend ook. Ik weet niet of jij dat ook meegemaakt hebt. Althans, ik zelf niet, omdat ik in de middag pas wat ga doen. En nou, we zien jouw grafiek. Dat is hartstikke mooi. En nou, we hebben nog een paar minuutjes. Maar sterker nog, ik moet iets belangrijks regelen. Motion, is er ook koffie of niet? Het koffieapparaat is stuk, hè? Ja. Nou ja, zonder koffie staat alles stil natuurlijk. Maar goed, het is niet anders. Het is 12 uur geweest. Van harte welkom iedereen natuurlijk bij deze speciale sessie. Voordat we beginnen wil ik allereerst even jullie aandacht vragen voor het volgende. Dat ik ook een formulier voor jullie in petto heb. Dat is namelijk het formulier wat je kunt invullen. Zeker voor degene die tot het einde blijft zitten. Die krijgt van ons ook een bonus sheet met patronen. Dus als je ook interesse hebt in die sheet, is om die te ontvangen. En eventueel ook tot het basisgedeelte van de membership site daar informatie op te krijgen. Dan feel free om dat in te vullen. Dus heb je ook meer interesse om echt geld te verdienen met daytrading. Dan stel ik voor dat je ook in dat veld op het formulier hebt aangegeven dat je echt interesse hebt. En dat je misschien ook een persoonlijke sessie met mij of met Alois wilt hebben. Nou, ik zie ook dat mijn naam is, niet Harm van Wijk trouwens, Jan Robert is mijn naam natuurlijk. En Alois van Money to Work zit al schrap. En even een korte vraag. Ik zie dat er heel veel mensen zijn binnengekomen. Mag ik mijn handen de lucht in die helemaal nieuw zijn met daytrading? Dus met daytrading, die dat helemaal niet zo goed kennen, zeg maar. Want waarom zeggen we dat? Want als er heel veel nieuwelingen zijn, ja, dan zouden we zeggen, we gaan een stapje terug naar de basis. Anders gaan we, ja, vol gas door de bocht, denk ik, Alois, in de praktijk. Dus dat wil ik even meegeven. En allereerst zal ik heel kort even een hele korte intro doen voor degene die ons niet kent. En dan moet ik toch even jouw schermpje overnemen als het goed is. Dus als het niet erg is, zou jij het scherm kunnen delen? Ja, dan ga ik een scherm delen als het goed is. Klopt het dat jullie ook mijn daytrading is a game sheet zien? Nu zie ik jouw PowerPoint. Ja, mooi. Dus heel kort hoor, want de meesten kennen ons wel. Dus hartstikke mooi, maar ik zou zeggen blijf gerust tot het einde. Mijn naam is Jan-Robert Schutte aan de rechterkant natuurlijk en Alois aan de linkerkant. Heel kort, misschien een heel kort intro van jou uit ook, Alois, wat jouw achtergrond is. Goedemiddag iedereen, hartelijk welkom. Even een snelle introductie. Nou, ik ben ooit begonnen als market maker op de optiebeurs, ben daarna directeur geweest van een handelsfirma. En op een gegeven moment ben ik thuis gaan zitten en omdat ik ouder werd, en heb ik dat Money to Work TA System gemaakt, wat we straks gaan zien. Ik ben geen echte ontwikkelaar van systemen. Het is puur door toeval eigenlijk gekomen dat ik iets voor mezelf wilde maken en dat mensen daar interesse in kregen. En ja, goed, inmiddels heb ik ook meer dan 30 jaar ervaring in de derivatenhandel. En ook, ik heb natuurlijk net als u en de meeste onder u ook in het begin miskleunen gemaakt. En zo moet je proberen groter te worden. Maar wat ik altijd goed in de gaten heb gehouden was mijn risico. En dat is de rode draad ook in mijn systeem. Risicomanagement. Dat is heel belangrijk. En dus wat dat betreft kunnen we doorgaan, Robert. Dus, Absoluut. En zeker met onze jarenlange ervaring. En nou, ik heb mijn sporen verdiend als option future handelaar in de jaren 90 ook. En alles was iets eerder begonnen. Daarna ben ik hoofd container research geworden bij Bing Bank. En later heb ik ook gemerkt dat heel veel particuliere beleggers, die werden toch aan de lot overgelaten, uiteindelijk zelfs bij Bing Bank. In eerste instantie was Bing Bank een cowboy club eigenlijk, met Karel Begijn en Thierry Schaap en
Custodee en consorten en Nick Bortot. En zelfs Harm van Wijk was er aanwezig in het begin. Maar later merkte ik, 2004 werden ze, kwam achter het woordje BINC, kwam bank. Nou, en als er een bank achterkomt, dan weet je, compliance, allemaal regelgeving en bureaucratische zooi werd het. Toen heb ik gezegd, nou, Los Ballos. Toen ben ik de wijde wereld in getrokken. Ik heb Zuid-Amerika rondgehangen. Ik heb ook gehandeld. Ik heb zelfs lesgegeven in het Spaans daar. Bij banken om te handelen. Dat was een leuke ervaring. En dat was in Lima. En nou, op een gegeven moment, 2011 was het zo dat Harry Klip, die we ook nog kennen van de vloer. Die had natuurlijk ook een boek geschreven. En nou, weet je wat, we gaan naast het boek ook lesgeven en training recommendations, of onze inzichten heet het tegenwoordig. En daar hebben we de Officie Academie opgericht. In 2017 heb ik met Harry en een ander heb ik dus Crypto Academy opgericht. Omdat we heel veel toekomst zagen toen al in de crypto's. Maar wel met dezelfde core principles voor het goed begeleiden van deelnemers, van beleggers. Of je nou in aandelen handelt, of in opties, of in crypto's. Risk management is ook heel belangrijk. En sinds 2007 ben ik actief als crypto trader. Ja, ik ben ook een soort ronddraaiende circus. Zowat als keynote speaker door de hele wereld. En binnenkort ook weer richting Spanje. En Cyprus misschien. Of andere field news gaan we ook heen in september. En daarnaast ben ik ook crypto consultant. Ik ben ook onlangs weer geïnterviewd door de Telegraaf. Gisteren werd ik weer gebeld door Theo Besteman. Hij vroeg me iets over mining. Nou, ik ben misschien wel technisch, maar ik ben niet zo technisch wat dat betreft. En het is ook zo dat dus ze quoten mij ook wel regelmatig. Maar het belangrijkste is, even kort samenvatten, dat je bent zelfs ook door schade en schande beter gaan beleggen dan wel traden. En zoals Alice heeft het ook aangegeven. Ja, wij hebben echt geleerd vanuit de praktijk op de vloer ook door structuur en discipline aan te houden. Dat we goede resultaten hebben. Structureel dus. Dus niet een eenmalige meevaller. Nee, en dat is natuurlijk door dat je dus veel fout hebt gemaakt natuurlijk. Maar dat je daarvan hebt geleerd. En om ook een systeem te hebben. En ik heb heel veel fout gemaakt. En één van de fouten is dit. Mijn trillende vinger. En dat betekent eigenlijk dat je dan te gehaast wilt klikken op een muis om impulsieve trades te doen. Nou, dat is natuurlijk niet goed. Maar hey, wat is crypto of daytrading? Of daytrading? Is dat stressvol? Nou, dit is Harold ook een goede. En hij zegt, ik ben 25 en ik voel me fantastisch. En waar het eigenlijk om neerkomt, Aloïse, als ik ook voor jou mag spreken. We hebben dus jarenlang ervaring. We handelen zelf met het MTW TSS System. We verdienen geld met het systeem, dus ook door zelf te handelen, want dat geeft ons gewoon een goede houvast. En we willen het ook aandragen aan rijken, aan particulier beleggen, want we weten dus ook hoe moeilijk het is om geld te verdienen. Net als Harm, dat hij zegt, voor lange termijn met aandelen de koop-verkoopsignalen te pakken. Dan heb je een systeem nodig. Nou, Aloïs heeft een stapje natuurlijk een etage lager op intraday basis. Kun je ook voor swingtrading gebruiken, maar liever voor daytrading. En wij weten ook waar de valkuilen liggen bij het traden. En we weten dus ook hoe je succesvol handelt. En het belangrijkste is dat we weten dus hoe je de massa één stap voor bent. En dat is ook de kern van de essentie van dit systeem. We maken gebruik van momentum. We zijn de markt naar de massa eigenlijk een stapje voor. En we maken dus ook gebruik van de scharnierpunten, van de kantelpunten, dat we zo vroeg mogelijk in de markt zitten, maar niet te vroeg. Een beetje Cruyffiaans misschien. En ik denk dat dat wel de essentie is van het systeem ook. En wij helpen dus ook andere traders om succesvol te worden, te blijven. We krijgen dagelijks echt aanvragen om hen te ondersteunen met het systeem. En het leuke is ook, we houden ons ook gewoon scherp naar mijn ideeën, Aloïs, hè? Ja. Nou, en dit mag je misschien mee afsluiten. Dit is echt een hele leuke van jou, hè? Dit is jouw motto, toch? Ja, precies. Ik hou altijd alles zo simpel mogelijk in het leven. En dat heb ik ook op het systeem toegepast. In principe is het natuurlijk altijd al moeilijk genoeg, daytraden. Dus ga het jezelf niet extra moeilijk maken. Alles wat er niet in hoeft en wat je niet nodig hebt, dat hebben we eruit gehaald. Dat werkt, draait op de achtergrond. Je moet je kunnen concentreren op je trades. Dat is heel belangrijk. En succes
Dat is geen magie, dat is geen hocus pocus, maar dat is gewoon focus, focus en consequent zijn. En dat is heel belangrijk. Ja, absoluut. En voordat we zouden naar de grafieken gaan, dan kun je misschien apart even kijken, jouw scherm alvast delen. Je moet het dus eenvoudig maken, maar ook niet zo eenvoudig mogelijk, maar niet eenvoudiger. Zoals Einstein ook een keer zei, dat had ik afgelopen vrijdag gezien, volle bak bij Ton Lassing. Met Aloïse hebben we toen een sessie gegeven, hartstikke leuk. Komt het jullie wel eens voor dat jij het gevoel hebt dat je altijd achter de markt aanloopt? Of het nou met beleggingen is of met de trading. Komt het wel voor bij jullie? Of denk je nou, ik ben altijd precies op het juiste moment in de markt aan het stappen. En precies op het juiste markt aan het uitstappen. Dus dat is mijn vraag. Heb je ook wel het gevoel dat je gewoon achter de markt aanloopt? Dat je gewoon de kansen mist wat dat betreft? Er is niks voor te schamen natuurlijk. En nou, als je zegt nou nee, nou, dan zijn jullie op de goede weg. En een andere vraag is, wat is jullie nummer 1? Een challenge, uitdaging, of het nou met traden te maken heeft of met beleggingen. En een daarvan bijvoorbeeld is waar ik vroeger heel veel last van had, dat ik niet winsten heb durven laten lopen. Dus daar ben ik wel meer van afgestapt. Nu durf ik het wel. En dat ik heel veel te vroeg winst, maar ook heel veel te vroeg, in de markt ging, veel te vroeg uitging. Dus wat is jullie struikelblok bij het beleggen dan wel traden. Dat mag je even in de chat slingeren. En dan als jij het schermpje even wilt delen, Aloïse, naar jouw grafiek. Even op share screen en akkoord klikken. Dan zien we jouw grafiek straks wel, denk ik. Ja, dan moet je maar even zeggen wanneer je dat wil. Ja, nee, nu is goed. Maar de mensen moeten even in de chat aangeven waar ze momenteel mee worstelen. Dan kunnen we misschien ook gedurende sessie aandacht aan besteden. En misschien dat we leuke setups zien. Oké, Aloïse. Ik zie een prachtige grafiek van de DAX. The floor is yours. Oké. Nou, dan gaan we het even hebben over het systeem. Kijk, even voor de mensen. Ik weet natuurlijk niet hoe kennis van iedereen is. Maar daytraden, dat gaat eigenlijk om de scharnierpunten in de markt zien te vinden. Kijk, als je een bodem hebt, dan moet je op een gegeven moment proberen, als die bodem gevormd is, dan probeer je long te gaan. Is er een topvorming geweest in de grafiek? Ik zal even, nou, dat kan ik hier even mooi laten zien. Is er een top in een grafiek? Dan moet je gewoon proberen, als die top bevestigd wordt, om mee te gaan naar beneden. Nou, je moet als daytrader zeker geen mening hebben vooraf over de markt. Dat is het slechtste wat je kan doen als je 's morgens gaat zitten. En denken van nou, vandaag kan de markt wel eens omhoog gaan. Nou, als je dat denkt, dan zie je dus wat er vanmorgen hier is gebeurd. Nou, daar kunnen we zo direct nog wel even op inhaken. Wat ik heel belangrijk vind en wat een van mijn eerste specialisaties was toen ik als marketmaker ben begonnen, wilde ik wat meer van technische analyse afweten. En dat is patroonherkenning. Nou, als ik kijk, dan zal ik hem even wit maken. Dan is het waarschijnlijk voor jullie wat makkelijker te zien. Kijk in die lijngrafiek. Zo. Kijk, je ziet hier gewoon bepaalde patronen in. En het is nooit hetzelfde, maar het is toch wel handig als je daar wat ervaring mee op doet, zodat je dan bepaalde dingen in de markt ziet aankomen. Er zit gewoon heel veel informatie in een grafiek. De kunst is alleen, hoe haal je dat eruit? Nou, bijvoorbeeld een voorbeeld hier, heb je een dubbele bodem hier. Dus dit is een bodem. Nou, op het moment dat die voldoet, dat die boven dit puntje uitkomt, kun je stellen van oké, die bodem die is correct, dus kunnen we hogere niveaus op gaan zoeken. Nou, we weten natuurlijk allemaal, die markt die gaat niet in één rechte lijn omhoog. En dat doet hij eigenlijk ook niet naar beneden. Nou, het lijkt er hier wel op, hier rechts. Maar dat is op zich ook een hele bijzondere situatie. Tenzij je natuurlijk enorme vreemde tijden mee hebt gemaakt, zoals ik. Ik heb in 1987 de eerste crash meegemaakt na de Tweede Wereldoorlog. Ik heb 9-11 meegemaakt. En dan krijg je dus inderdaad dit soort bewegingen, zie je dan veel vaker en dan nog veel groter. Maar normaal gesproken beweegt de markt in golven. En dat zie je hier ook. Zo kun je dus ook op een gegeven moment zien. Bijvoorbeeld hier heb je een toppatroon.
Nou, dat is niet echt duidelijk, maar als je dus een beetje ervaring hebt, je gaat je daarop toeleggen en je ziet dat dit op een gegeven moment een toppatroon kan zijn, dan weet je gewoon, nou, oké, als ik hier uitbreek, dan heb ik ruimte naar beneden. En je weet in principe nooit hoeveel dat is. Er zijn wel trucjes om dat even te bekijken, wat de mogelijke kans is waar je naartoe gaat. Maar in theorie weet je het nooit zeker waar je naartoe gaat of waar het stopt. En dat is ook de reden waarom ik met mijn daytrading eigenlijk geen mening over de markt heb. Wil ik niet hebben. Ik loop gewoon met de markt mee. En dat kan omdat ik heel dicht op de markt zit. Hè. Ik werk met een 1 en een 5 minuten voor mijn daytrading. En dat is gewoon heel dicht op de markt. Zodat je meteen kan anticiperen. Nou, wat zie je dus heel vaak? Dat bijvoorbeeld, kijk, als we nou hier kijken, dit patroon. Dit is dan een 15 minuten grafiek. Dus dat is helemaal nog niet eens zo lang. Dan zie je dus een enorm toppatroon hier. Nou, dan weet je gewoon, als hier, ik zal even voor de duidelijkheid een lijn onderleggen. Kijk, als je onder deze niveaus uitbreekt hier, dan weet je in principe dat je een verkoopsignaal krijgt. Nou, wat is natuurlijk het meest ideale? Dat die uitbreekt, nog één keer even terugkomt, dit niveau als weerstand test en vervolgens naar beneden gaat. Nou, als je dus goed kijkt, zie je dus dat dat hier twee keer gebeurd is. Nou, kijk, dat zijn de dingen die het natuurlijk allemaal wat moeilijker maken. Maar in principe weet je gewoon dat als je hier uitgebroken bent en hij gaat zakken dan, dat je in feite short moet zitten. En als je goed kijkt naar je grafiek, dan zie je dat ook. Ook op je 1 en je 5 minuten grafiek. Een lijngrafiek is de beste grafiek om een analyse te maken. Hè? Want als je kijkt, als je gewoon bijvoorbeeld een bar chart ervan, of een candlestick ervan maakt, hè, of een bar chart, dat maakt in feite niet uit. Dan zie je allemaal die uitschieters naar boven en naar beneden. Nou, dat is heel vaak ook nog manipulatie in de markt. En dat filter je er met een lijngrafiek, filter je dat eruit. Dus de koersen die je ziet, de lijnen die je ziet, die zijn in feite iets betrouwbaarder. Ik gebruik, en nou niet ik alleen, en dat is natuurlijk de professionele markt. Die werken hoofdzakelijk met Japanse candlesticks. Zoals deze bijvoorbeeld hier. Dit zijn de Japanse candlesticks. Nou, daar kun je aan zien, aan de kleur van de candle, kun je zien wat het momentum op dat moment doet. Is die groen, dat betekent dat dat de opening aan de onderkant is van de candle en de close aan de bovenkant. Is die rood, dan is de opening aan de bovenkant en de close aan de onderkant. Dus dat betekent dalend momentum. Nou, handelaren, zeker de traditionelere handelaren, die zijn allemaal heel erg visueel ingesteld. En daar kan dit soort dingen bij helpen. Daarnaast zie je, ik zal nog een keer inzoomen. Even kijken. Schuiven we dit even op. Kijk, zoals hier bijvoorbeeld. Dat je aan de bovenkant heb je van die lange sprieten. Dat noemen ze shadows. Die heb je ook aan de onderkant. Maar met name op een top zie je dus altijd aan de bovenkant die lange shadows. En dat geeft aan dat er dus in deze markt op dit niveau verkopers in die markt komen. En waarom die mensen verkopen, dat moet je je niet afvragen. Ze zijn er gewoon. Dat kunnen natuurlijk mensen zijn die hier long zitten en hier een winst nemen. Het kunnen ook andere beleggers zijn of handelaren die zeggen, nee, wij willen short. Dat weet je niet. Dus daar moet je je niet druk om maken. Maar wat je dus wel ziet is dat hier weerstand ligt. Nou, hetzelfde zie je ook vaak aan de onderkant in de markt. Kijk, hier zie je het ook aan de onderkant. Zie je ze ook. Die shadows. Dus dit betekent dat de kopers in de markt zitten. Dat zijn allemaal dingen die kun je uit de grafiek halen. En dat, als je dat een beetje onder de knie hebt, dan begrijp je ook beter wat er in die markten gebeurt. Dan zie je ook dingen eerder aankomen of je begrijpt het veel sneller. Nou, zoals bijvoorbeeld hier, deze daily open. Dat was hier die gele lijn hier, dat is de daily open van de dag. Dat begon vanmorgen om 8 uur. En nou, je ziet dus dat het hier in eerste instantie een beetje stabiel is geweest. Toen kregen we hier om 9 uur bij de opening, hebben we een beweging omhoog gekregen. En die werd meteen afgestraft eigenlijk. Het ging ook weer net zo hard naar beneden. Nou, dan moet je je eens afvragen van wat wil die markt? Nou, op dat moment, toen we alleen dit hadden, kon je dat hier niet uit opmaken. Wat je natuurlijk wel zag, was dat die markt in feite hier een toppatroon aan het maken was. Hier waar deze lijn ligt. Nou, en dan weet je gewoon,
dat zo'n markt zwaar gaat liggen. Nou, hier zien we dus aan die lange shadow aan de onderkant, dat er nog steeds veel kopers waren, die waarschijnlijk ervan uitgingen dat die markt wel omhoog zou gaan. Nou, en dat is hier meteen afgestraft. En dat is hier natuurlijk heel erg afgestraft door de verkopers. En het is in feite natuurlijk heel simpel. Het klinkt als een open deur, maar als er meer verkopers zijn dan kopers, dan gaat die koers gewoon naar beneden. Zo simpel is het gewoon. Maak het jezelf niet te moeilijk, hou het simpel. En kijk naar je grafiek. Nou, die 15 minuten grafiek, die heb ik als basis. Ik kijk niet naar een hoger timeframe. Ik heb hier die gele lijn, dat is de daily open. Nou, in de DAX is dat een heel belangrijk level. Ik heb hier die pivotpunten in staan. Dat zijn levels die worden berekend aan de hand van de koersen van de vorige dag. En dan heb je naar boven heb je R1, 2 en 3, resistance 1, 2 en 3. En naar beneden heb je support S1, 2 en 3. Nou, je ziet dus heel vaak dat dat soort levels in de markt werkt. Natuurlijk weet je dat nooit zeker. Maar omdat er gewoon heel veel naar gekeken wordt, weet je dus ook dat het vaak wel kan werken. Dus als ik zie dat de koers op zo'n level zit, dan hou ik me even gedijst. Dan doe ik even een stap terug en dan ga ik kijken van wat wil die markt. En dat heeft alles te maken met de self-fulfilling prophecy. Als er maar genoeg mensen denken dat rond dit niveau steun is, dan zie je dus ook dat zelfs partijen die short zitten hier, die gaan hun winsten pakken en die sluiten hun posities. En dan krijg je dus dit soort dingen. Kijk, en wat dit is, of dit een pullback wordt van deze neergaande beweging, of dat we gewoon weer vrolijk omhoog gaan vanmiddag, ja, dat weet niemand, dat weet ik ook niet. Als ik dat zou weten, dan zou het wel heel makkelijk worden. En daarom is het zo belangrijk dat je altijd goed blijft kijken naar je grafiek. Kijk, en dit soort dingen, dat zie je ook niet op een dagchart. Het kan dus best zijn dat je in een dagchart in een uptrend zit en dat je als daytrader gewoon de hele dag short moet handelen. Met andere woorden, moet verkopen in plaats van kopen. Dat kun je uit een hoger timeframe niet altijd uithalen. Daar vandaan dat ik niet hoger kijk dan een 15 minuten grafiek. Nou, dan heb ik even, ik zal deze even zo. Dan heb ik hier rechtsboven heb ik een 5 minuten grafiek. En daar staat in principe hetzelfde systeem in als op de 1 minuut. En de instellingen die zijn natuurlijk wel wat anders. Maar ook hier zie je dus weer die levels staan die ook op die 15 minuten staan. En je ziet dus hier ook die S2 wat we net zagen. Dat is duidelijk steun. Kijk, en daar zie je dus ook waar ik het net over had, over die shadows en die candles. Dat zie je hier dus ook. Kijk, je ziet ze hier zowel aan de onderkant als aan de bovenkant bij verschillende. Nou, dat betekent eigenlijk dat die markt redelijk in balans is. Dat kun je ook zien aan die kleine bodies hier. Kijk, hier die lange bodies. Dat betekent dat er gewoon geen discussie is. Hier wil iedereen verkopen. Punt uit. Kijk, die groene, zo'n lange, daar wil gewoon iedereen kopen. Bij deze wordt het al wat minder en hier is het nog veel minder. Kijk, en hier kun je bijna stellen dat die markt redelijk in balans is. Dat kun je ook zien aan die PMA hier. Deze lijn, dat is een aangepaste soort moving average die wij zelf berekend hebben. Die noemen we ook de PMA, Proprietary Moving Average. Die kun je niet gebruiken als een moving average dat die in een daling als steun werkt of in een stijging als in een daling als weerstand en in een stijging als steun. Het gaat hier puur om de kleur van dat ding. De kleur van dat ding geeft het momentum in de markt aan. Is die blauw, dan heb je stijgend momentum. Is die oranje, dan heb je dalend momentum. En dat is bijvoorbeeld een groot verschil met een normale moving average. Die zult u nooit zien dat die horizontaal loopt. Nou, dit ding wel. En dat betekent hier in feite, geeft deze indicator ook aan dat die markt hier in balans is. En dat zie je hier ook. Hier doet hij ook even horizontaal lopen, hier ook, terwijl hij dat hier niet doet. Dus aan dat soort dingen kun je eigenlijk al afleiden dat de neerwaartse kracht hier in deze markt, die vanmorgen natuurlijk heel erg was in die DAX, dat die hier begint af te nemen. Nou, als je dat weet, dan moet je al voorzichtiger worden met short trades. Dus dat is de 5 minuten. Nou, kijk, een ander tip eigenlijk, en dat maakt niet uit. Dat is het leuke van technische analyse, als je je daarin gaat verdiepen. Dat kun je gebruiken op elk timeframe. Zelfs ook voor een belegger.
En de kennis die je opdoet met daytraden, die kun je als belegger ook gebruiken. Want als ik niet weet wat voor een timeframe dit is, deze grafiek, dan kan ik niet zien of dit nou een 1 minuut, een 15 minuten of een dagchart is. Dus dat maakt niet uit. Je ziet dezelfde dingen. En wat we natuurlijk altijd zeker weten is dat we hebben regelmatig een top in die markt en we hebben regelmatig een bodem in die markt. Het enige wat we niet zeker weten is, of eigenlijk helemaal niet weten is, wanneer komt die bodem en wanneer is die top als die markt omhoog gaat. En dat is het probleem. Dus daarom, en dat hebben Jan Robert en ik geleerd op de optiebeurs als vloerhandelaar, daar werd altijd van ons verwacht dat wij de massa een stap voor waren. Dus wat probeer ik? Ik probeer zo snel mogelijk erachter te komen of ik op een top zit van de markt of op een bodem van de markt zit. Nou, met inachtneming van bepaalde risicoparameters berekenen we dan of je short moet of long moet. En dat zien we in feite heel vaak eerder dan zeg maar de rest van de markt. Want u weet zelf hoe het vaak gaat. Want dan wil je een positie innemen en dan denk je, nou even kijken of het klopt. Ja, oké, is goed. Nou ja, oké. Maar als je dus wat langer wacht met dingen en je wil wat meer zekerheden hebben, dan heb je kans dat je pas hier bijvoorbeeld short gaat. Dan was dat in dit geval nog goed geweest, maar heel vaak zie je, en dat zie je hier ook, dat heel veel mensen hier gedacht hebben van dit is het einde van die beweging. Vandaar ook die lange shadows en die onderkant hier. Maar die markt die is gewoon nog doorgegaan. Nou, dat zijn min of meer extreme situaties. Maar ze komen wel voor. Ik heb één ding geleerd in die handel. Zeg nooit nooit. Want datgene wat je niet verwacht, dat gebeurt. Dus daarom is het belangrijk dat je zo snel mogelijk de markt ingaat na een draaiende markt. Maar het probleem is, als je te snel de markt ingaat, dan loop je weer tegen te veel verliestrades aan. Dus daar moet je een balans in zien te vinden. Nou, en dat is de zoektocht geweest waar ik 2 jaar mee bezig ben geweest met een programmeur om het systeem te maken. Ik zal die even zo. En dan hebben we hier de 1-minuut grafiek. En dat is in feite de grafiek waar ik dan in handel. Ik neem de DAX maar even als voorbeeld. Omdat dat op dit moment natuurlijk sowieso een heel populair product is in daytrading. Het is niet het makkelijkste product. Zeker voor mensen die beginnen raad ik het niet aan om hierin te beginnen. Dan adviseer ik de forexmarkt. Maar als je goed om kan gaan met die DAX, zit er best wel veel geld in. En het systeem is in principe hetzelfde als wat we net zagen. En dat is ook een voordeel van het systeem. Het maakt in feite niet uit of je dit systeem gebruikt voor aandelenindices, voor de forexmarkt, voor goud, olie of bitcoins of ethereums. Maakt niet uit. Mijn systeem kijkt niet naar het product, kijkt alleen naar de marktbewegingen. Dus de volatiliteit in de markt. Dat is wat belangrijk is en daar kijk ik naar. En niet wat het product is. En aan de hand daarvan kun je dus een aantal parameters kun je instellen. Zodat je het systeem ook nog eens een keer per markt aan kan passen aan je eigen ideeën. Er zitten dus een aantal mogelijkheden in om het systeem te beïnvloeden. En dat is ook weer belangrijk. Omdat je ook vaak ziet dat bepaalde periodes een iets andere instelling nodig hebben. Nou, dat soort dingen, als ik dat zie, dat communiceer ik altijd via het forum wat we hebben. We hebben 2 forums, een Monitorwork forum en een traders app. En daar doe ik dat soort dingen dus altijd communiceren met de mensen die met het systeem werken. De DAX was een leuk voorbeeld vandaag om even kijken als voorbeeld te geven voor die trades. Dan gaan we even uitzetten hier. Zo, we kunnen terugscrollen. Kijk, hier die F, dat is de opening van Frankfurt. Dat staat er allemaal automatisch in. Het wordt elke dag dat is zo geprogrammeerd dat dat elke dag automatisch erin komt. Daar hoef je niks aan te doen. Die gele lijn, dat is de daily open. Nou, die is bijvoorbeeld in de DAX heel belangrijk. In de forexmarkt is dat minder belangrijk, maar in die DAX is die heel belangrijk. Daar moet je altijd goed op letten. Nou, F, opening Frankfurt, L, opening Londen. En dat is gelijk aan 9 uur onze tijd. Nou, ik begin van 9 tot 10:30 handel ik de DAX. En ik wacht altijd 2 à 3 minuten voordat ik de markt inga. En dat doe ik bewust, omdat je heel vaak ziet om 9 uur, als de DAX open gaat, dus ook de aandelenmarkt, dat die markt bepaalde swings maakt.
die niet altijd logisch zijn. En daar vandaan dat ik dus altijd 2 à 3 minuten wacht voordat ik de markt inga. Nou, op dit moment hebben we dus geen signalen, geen pijlen. Kijk, en dan krijgen we hier bijvoorbeeld het eerste pijltje. Nou, het is een short signaal, want je ziet die PMA is oranje, de pijl is oranje. En dan wil ik in deze grafiek, wil ik onderin in mijn indicator, wil ik een bevestiging hebben. Nou, die indicator hier, dat is een afgeleide van de MACD. We hebben hem aangepast, de instelling is anders. We hebben hem visueel zodanig gemaakt dat hij heel simpel te lezen is. Want het is eigenlijk een heel simpele regel. Die witte stippenlijn die je hier ziet, dat is de nullijn. Zit die daarboven, dan is dit groen, dan handel je long. Zit het eronder, is het rood, dan handel je short. En nou, dat moet overeenkomen als het goed is met die pijlen. Is niet altijd het geval. Ja, vandaar dat ik dit ook als een extra bevestiging gebruik. Een andere regel is, als je van die puntjes hebt, moet je niet handelen. Want dat betekent dat het momentum eigenlijk in jouw nadeel is. Dus met andere woorden, als er rode puntjes zijn, dan zie je dus dat het opwaarts momentum aan het afnemen is. Hebben we groene puntjes, dan is het neerwaarts momentum aan het afnemen. En dat is iets wat je niet altijd in de grafiek kan zien. Kijk, hier zie je op een gegeven moment die grafiek wel zakken. Maar je hebt ook bepaalde grafieken die per saldo eigenlijk niet echt de richting kiezen. En dan kun je met dit soort dingen kun je een aantal foute trades voorkomen. Nou, we gaan dus eerst kijken naar dit eerste signaal. Dan zien we dus onderin hier dat rode puntje staan bij die pijl. Dus deze trade, die sla je over. Deze trade, hier, de volgende pijl. Kijk, daar zit hij goed onder de rode. Hij mag op de nullijn zitten of eronder. Dat is een voorwaarde voor een short trade. Nou, en hier kun je dus de makkelijke trade gaan doen. Nou, ik leg normaal ongeveer 3 punten onder de low mijn order neer. En dit stukje hier. Dat waren 12, ruim bijna 13 punten. Nou, ik ga op dit moment in de DAX ga ik voor 10 punten. En dat heeft te maken met de volatiliteit die natuurlijk de afgelopen maanden, nou, ik kan bijna zeggen extreem laag is. En daarom is de DAX op dit moment ook moeilijk te handelen. Alleen met uitzondering van vanmorgen dan. Normaal heb ik een stoploss van 15 punten en een target van 15 punten. Nou, mijn stoploss die hou ik op 15 punten, maar mijn target die heb ik op dit moment gewoon als ik 10 punten kan pakken. En ook als ik 6, 7 punten kan pakken en ik zie dat de markt niet verder mijn richting uit wil, pak ik die ook. Want de essentie van daytraden is het verzamelen van kleine winsten. Dat is de essentie van daytraden. En als je aan je target bent, wat jij jezelf stelt voor een bepaalde dag of voor een bepaalde periode, dan moet je stoppen. Ongeacht of je denkt dat er nog veel meer in zit in die markt, dat is de enige manier om continuïteit in je trading resultaten te krijgen. Dus dit was een goede trade hier. Nou, je ziet, die loopt dus helemaal door hier. Dan krijgen we hier het volgende signaal, want dan hebben we geen positie meer. Nou, weer hetzelfde verhaal. Even kijken, hier, dit zijn 10 punten. Nou, er gaan 3 punten af die ik neem tussen de order en de candle. Dus hier heb ik een break-even trade. En dat doe ik. Kijk, ik leg mijn order 3 punten onder de low van die candle. Als ik op 4 à 5 punten in deze markt normaal gesproken, of 4 punten in de plus sta, trek ik mijn stop los, die hier ergens ligt, die trek ik naar break-even. Vanaf dat moment kan ik dus geen geld meer verliezen. Nou, in deze candle zit ik dan hier, dat zei ik nou net, even kijken. Dan zit ik daar ongeveer op 6, 7 punten winst. Dus mijn stoploss ligt op break-even, hier deze horizontale lijn. Zou ik hier bij mij spreken, hier kan ik 6 punten winst pakken. Zou ik dat niet doen, dan was ik hier uitgestopt op break-even. Nou, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Je hebt in de markt gezeten, je loopt geen risico meer. En als het naar beneden door was gegaan, dan had je de volle map gepakt. Nou oké, nu dus niet, maar het kost ook geen geld. Dus dat is natuurlijk een ideale uitgangspositie. Nou, hier zien we dan het volgende signaal, een long signaal. Ondertussen berekent dus het systeem dat je eigenlijk vanaf dit moment long zou kunnen. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik sowieso dit signaal niet op zou pakken, omdat ik hier bij die daily open zit. Dus de ruimte, zeg maar, die ik heb, dat is hier pakweg 4 punten. Nou, ik heb een risk-reward ratio van 15.
Dus ik zou maximaal 4 punten kunnen pakken met een risico van 15 punten. Dat is niet goed. Dat doe je niet. Zo'n trade moet je gewoon laten lopen. Dan gaat die draait hier, die markt draait waarom? Kijk, en dan zien we hier onderin, zien we ook bij deze pijl weer een rondje onderin in die indicator. Die trade slaan we over. Deze trade, die is wel gunstig, want hier staat geen rondje. Daar kun je hem dus neerleggen. En dan zie je dus dat bij de volgende trade komt dat rondje weer terug. En dan adviseer ik zeker mensen die beginnen van sluit dan je positie. En dan zie je waar we verder. Nou, dan krijg je de candle, daarna krijg je weer een nieuw signaal hier. Kijk, en dit hier, die wordt onderin wel mooi bevestigd. En dat zien we dus hier. Hij zit precies op die nullijn. Nou, dat is goed, er staat geen bolletje. Kijk, en hier op die low zit je pakweg op 8, 9 punten winst. Dus hier had je ook weer een paar punten winst kunnen pakken. Had je dat niet gedaan, dan was je hier op break-even weer uitgestopt. En dus wederom eigenlijk een risicoloze trade. En dat is ook waar mijn systeem op gebouwd is. Ik ben heel lang op zoek geweest. Hoe kan ik het momentum van de markt, als het maar, pakken? Want als ik dat weet, dan heb ik nog maar één probleem. En dat is eigenlijk voor mij een luxe probleem. Van wanneer ga ik de markt in en wanneer ga ik de markt uit? Maar er zijn heel veel mensen die geld verliezen puur vanwege het feit dat ze tegen het momentum van de markt inhandelen. Nou, dan hebben we hier het volgende signaal. Ik krijg even lichtblauw hier. Dat betekent weer even iets opwaarts momentum. Nou, dat is op zich wel logisch, want je ziet dus dat die markt hier afgekomen is. Hier zit hij in een soort trading range. Nou, dan kan het momentum zo omdraaien. Dan hebben we hier het volgende signaal. Nou, en daar klopt alles onderin. Ik zal dit even sluiten. Kijk, en dan gaan we even kijken. Die low is 49. Nou, min 3 punten, dus op 46. Dat is hier. Hier komt mijn order te liggen. Die laat ik nooit langer dan 5 minuten liggen. Als die na 5 minuten niet getriggerd is, dan sluit ik die order. Dus het is 1, 2, 3, 4. En dan zien we dus dat die hier in de 5e minuut wordt die order getriggerd. En dat was meteen een hele mooie trade. Want hier zit je al op ruim 16 punten. Dus hier had je zelfs je volle 15 punten kunnen pakken. Alois, een gewetensvraag. Als jij dus halverwege bent, hè, had je dus weer een herkoop, of sorry, een hercel eigenlijk. Dus je was er net uit. Maar had je. Nee, onderweg toen jij winst nam. Je zei, je hebt gelijk die winst van 15 punten. 10 punten, 15 daar. Ja. Maar dan zie je dus dat op een gegeven moment heb je weer een. Omdat de markt zo negatief is, komt er weer een verkoopsignaal. Ja. Ik zou zo'n signaal op zich wel doen. Omdat je nog steeds conform de regels handelt. Hè? De MSCI is nog rood. Het PMA is rood en ook nog de pijl is ook nog verkoop. Dit is natuurlijk daar komt ook denk ik het handelstechnische gedeelte van een handelaar, van een trader, om de hoek kijken. Dat je dit soort dingen niet kunt volgens mij programmeren, maar dat je dus ook een stuk 75% dat het systeem is, 25% van jezelf. En mijn vraag is eigenlijk van, hoe ga je met die nieuwe signalen om? Ga jij die weer op zijn merites beoordelen? Of zeg je, nou, ik heb die trade gedaan en ik wacht weer op een volgende? Of hoe kijk jij naar de markt? Ja, nou kijk, wat ik mensen adviseer die pas beginnen, zorg ervoor dat de PMA op de 1 minuut dezelfde kleur heeft als de PMA in de 5 minuten. En dan ga je alweer iets meer risico uitsluiten. Je kan namelijk hebben dat deze dus al begint te draaien op 1 minuut, terwijl die op 5 minuten bijvoorbeeld nog oranje is. Nou, hier zie je dus op dit moment waren ze dus allebei sterk oranje. Kijk, dit is die groene candle hier, dat is op zich heel normaal dat die markt dat doet. Die markt die duikt naar beneden, die moet als het ware even naar adem halen. En vervolgens krijg je de volgende golf hier. Dus hier heb je weer een celsiaan. Nou, hier pak je weer 10 punten. En hier hetzelfde verhaal. Hij komt weer even op adem, die markt. Als je nog niet eruit bent, heb je nog niet winst gepakt hier, dan zou ik hier zeker mijn winst pakken. Omdat je tevreden moet zijn. En dat is vaak het probleem, dat een hoop mensen die denken van, ah, er zit nog wat meer in, ik neem nog wat meer. En daardoor laten ze ook vaak een hoop winst lopen. De ervaring leert gewoon dat de mensen die regelmatig hun winst te pakken, op lange termijn het beste uit zijn.
Nou, Louise, wat ook leuk is, hè, dat ik ben zelf meer een ADHD-trainer. Als je dus kijkt bij die rit naar beneden, aan de linker, nou, dit is goed. Maar dan zie je dus, jouw systeem of ons systeem, dat geeft het ook aan, als een markt wat naar beneden gaat, gaat consolideren, dat je dus onderin de MACD ook die bolletjes hebt. Ik wil geen bolletje. Dat je dus ziet, het momentum loopt eruit. Hè? En dan komen die bolletjes. Dan weet je in ieder geval dat je dan niet hoeft te doen. Omdat die bolletjes er zijn. En ik denk dat ook voor discipline goed is. Zeker voor mij. Dat ik gewoon mijn story moet aantrekken. Dat ik even niks moet doen. En weer op nieuwe signalen moet wachten. Ja, nou kijk, dat is wat ik net ook zei. Van, daar moet je op letten. Want die puntjes hier, die bolletjes. Sommige mensen noemen dit de ballenbak. En die geven dus aan dat het momentum, het neerwaarts momentum hier aan het afnemen is. Terwijl je hier toch nog diverse verkoopsignalen krijgt. Nou, die moet je dus allemaal negeren. Tenzij jij zegt van ik ben eigenwijs, ik weet het beter, ik ga lekker short. Nou, dat was hier dan heel toevallig goed uitgekomen. Maar heel vaak zie je ook dat het dan inderdaad hier bijvoorbeeld een stukje omhoog gaat. En dat is zonde. Je moet proberen zo weinig mogelijk verliestrades te maken. Dan blijft er vanzelf winst over. Dus wees selectief in de trades die je doet. Het is geen wedstrijd om zoveel mogelijk trades te doen. Het is gewoon een spel. Wij zeggen ook, trading is a game. Je moet het gewoon als een spelletje zien. Je moet punten scoren. En je moet niet aan het geld denken. En dan krijg je dus hier bijvoorbeeld weer, krijg je dus weer een signaal. Nou, dat wordt, hier hebben we dus geen puntjes staan. En hier ga je dan weer short. Kun je weer opnieuw short gaan in die markt. Ja, Alois, even kijken. Ik heb nog ook een mooie rit weer. Hè. Ik heb nog inhakende op Fan die had aangegeven aan het begin. Hij zei, ik heb moeite met het goede moment pakken met in- en uittreden. Dus in- en uitstappen. Ja. Dan wel long of short. En ik hoop, Fan, dat je op deze manier ook inzicht hebt gekregen hoe je dus je timing kunt perfectioneren. En dat geldt ook voor iedereen, voor anderen. En is dat ook hiermee je vraag beantwoord eigenlijk? En dat zou natuurlijk mooi zijn. En we hebben ongeveer 20 minuten nog, Alois. Ik weet niet of jij nog een aantal leuke dingen wilt laten zien. Ja, nou, ik kan bijvoorbeeld, kijk, even iets van de Forex en van de Bitcoin en van de crypto's is wel leuk misschien nog even te laten zien. Ja, en had jij die knopjes ook al laten zien, die one-click trading? Nee, dat is een goede, Robert. Ja, want als jij normaal gesproken, hè, ik weet niet of iemand MT4 kent, maar als je dus naar boven gaat, naar New Order, dat krijg je gewoon bij MT4-broker. Dan zie je al dat het een gedoe is om een order te plaatsen. Ja, dan moet je een aantal inzetten, stop-loss, take-profit, het is een heel gedoe. Alois heeft Luminees idee gehad van ik ga dat integreren in het blokjesysteem. Trader dashboard noemt hij dat. Ja, en dat is natuurlijk omdat bij daytrading moet je snel kunnen handelen. En kijk, en dat kan met dat standaard systeem niet. Dan moet je alles elke keer opnieuw instellen. Nou, die knoppen hier, die betekent BM, dat betekent buy market. En SM is sell market. Dat betekent dat je koopt en verkoopt op de prijs die op dit moment in de grafiek staat. Buy stop en sell stop, dat zijn de orders. Zoals ik toen net zei, van die leg ik 3 punten onder of die leg ik 3 punten boven een candle neer. Nou, ik heb net even op een SS gedrukt, die sell stop. Dan ziet u hier dus die groene lijn. Dat is de entry. Hierboven ligt dus nu mijn stop los, omdat ik dus op een short trade heb geklikt hier. En dan ligt hieronder ligt mijn target profit. Op dit moment kun je die order, die kun je er verschuiven. Ik doe dat zelf nog wel eens. Dan pak ik hem even op. Dan leg ik hem even hier neer. En dan op een gegeven moment als ik denk, nou oké, nu wil ik hem hier of daar leggen. Dan leg ik hem terug. Kijk, en het voordeel van dit is dat je in 1 keer 3 orders tegelijk in de markt legt. Dus je entry, je stop los en je target profit. Zowel voor long als een short trade. Nou, je kan met alles kun je schuiven. En als dus de stop los gehit wordt, dan verdwijnt automatisch je target profit. Wordt je target profit gehit, dan verdwijnt automatisch je stop los. Dus je hebt nooit het risico dat je blijft zitten met een positie. Dat is dus heel belangrijk. Dat gebeurt namelijk ook nog wel eens bij een aantal mensen. Dat ze op een gegeven moment een aantal orders in hebben liggen en dan vergeten ze het of ze hebben het niet in de gaten. En dan een uur later gaan ze weer een keer kijken en dan hebben ze in 1 keer positie die een hoop geld kost. En dat voorkom je met dit systeem. Nou, en wil je hem cancelen, klik je gewoon op stop. Kijk, een ander ding is, kijk, ik ga nu short ben ik gegaan. Ik
weet niet of dat goed is, we hebben ook geen signaal. Eigenlijk hebben we hier een longsignaal. Maar ik doe het maar even om u te laten zien. Kijk, hier staat in punten uw winst of verlies. Als dit rood is, is het in geld een min. Is het groen, dan is het een geld een plus. Kijk, ik sta nu op 2.2. Stel dat ik zeg, nou oké, ik wil mijn stop los naar beneden brengen. Dan klik ik hierop. Ziet u bovenin die rode lijn, dat is die stop los. Die leg ik nu 1 punt onder mijn entry. Dus ik kan nu helemaal geen geld meer verliezen. Kijk, als ik zeg, nou ik vind het genoeg, die 4 punten, 5 punten. Hè, klik ik op stop en dan heb ik die 5 punten verdiend. Dat is het voordeel van het systeem. Het is heel gebruiksvriendelijk. Je kan bewust gekozen hier voor punten, niet in geld. Omdat, zoals ik altijd zeg, en Robert ook, je moet in punten denken. Want geld doet iets met mensen. En dat is nooit goed. Dus als daar min 3 staat, dan kun je nog objectief naar je grafiek kijken. Maar staat daar min 300, dan weet ik zeker dat heel veel mensen nerveus gaan worden. Dus daar vandaan dat we dat gewoon in punten hier neerzetten. Nou, misschien iets anders leuk voor de mensen die zeggen, nou, ik vind 1 minuut vind ik toch best wel een beetje agressief. Dat gaat me allemaal een beetje te hard. Kun je ook bijvoorbeeld in de forexmarkt, kijk, hier heb ik bovenin zijn 5 minuten grafieken. De euro-dollar, de pond-dollar, dollar-yen en de dollar-Zwitserse frank. Dat zijn de 4 meest verhandelde valutaparen in de wereld. Daaronder heb ik die 1 minuut grafiek die we net van de DAX zagen met die indicator. Alleen, ik gebruik in deze combinatie niet de grafiek, alleen de indicator. En die gebruik ik om de timing van mijn trade te perfectioneren. Dus met andere woorden, als ik een signaal krijg op 5 minuten, dan kijk ik of die bevestigd wordt door die indicator. Zo ja, dan neem ik die trade. Zo niet, dan wacht ik totdat die bevestigd wordt door die indicator onderin. Dan zit ik even te kijken of ik ergens een bevestiging. Ja, kijk, hier heb ik een leuke. Kijk, we krijgen hier in die dollar-yen, hebben we dus nu net een verkoopsignaal, deze punt. Maar je ziet dus onderin in mijn indicator die groene bolletjes staan. Nou, en die geven aan dat op 1 minuut basis het moment, het neerwaarts momentum aan het afnemen is. Dus met andere woorden, als ik nu short ga, ga ik extra risico nemen. En dat wil ik niet. En wederom, dat is de rode draad in mijn verhaal, in mijn systeem. Risico's zoveel mogelijk proberen uit te sluiten. 100% kan niet, maar datgene wat je vooraf kan uitsluiten, moet je wel proberen. Dus zo krijg je dus een betere timing wat dat betreft. Nou, hier hebben we dus bijvoorbeeld in de dollar Swiss, daar hebben we net in de vorige candle, hebben we daar een koopsignaal gekregen. Nou kijk, die begint dus nu hier groen te worden. Dus dat zou inderdaad kunnen zijn, dat je zegt, nou oké, ik leg hier ergens een kooporder neer. Kijk, en dat is wat Jan Robert toen straks zei, het systeem doet 75% van het denkwerk. Die laatste 25% ben jij de toegevoegde waarde van het systeem. Kijk, en daar wil ik dus mee zeggen dat, wat ik dus zie, en dat moet je dus als handelaar dan zien, dat hier een topje ligt en hier een topje ligt. En dan kan natuurlijk hier weer een top vormen. En dus hier moet je wel voorzichtig zijn in dit geval. Maar dan kun je je order dus wat hoger leggen. En dan weet je gewoon, als die inderdaad uitbreekt, dan doe je altijd mee. Dat is het leuke ervan. Nou, misschien gaan we even naar de crypto's, de afdeling van Jan Robert. Ja, ik ben gelijk wakker. Dat zal wel. Ja, ook onder druk. Wat me opvalt, Alois, is dat Bitcoin redelijk met de DAX meebeweegt. En met andere indices ook. Ja, ja, ja. Vanochtend naar beneden en de DAX ook naar beneden, de Bitcoin naar beneden. Ja, ja, ik durf daar geen uitspraak over te doen. Het valt me af en toe ook op, maar af en toe valt me ook op dat ze gewoon niet correleren met elkaar. Ik denk dat dat nog te vroeg is om daar echt op te gaan handelen. Ja, je moet natuurlijk op de signalen handelen, dat is duidelijk. Ja, hè? Dat naar beneden. Ja, als je iets handelt, moet je handelen op de grafiek waar je naar kijkt. Want uiteindelijk komt de prijs die iets waard is, die komt in jouw grafiek te staan. En dat is natuurlijk altijd gevaarlijk om daar bepaalde correlaties mee te nemen. Ja, maar ja. Je ziet heel veel dingen die inderdaad wel correleren. Ja, absoluut. Nee, maar spreek voor zich. Je moet gewoon handelen op de grafiek waar je op handelt inderdaad. Niet op anderen. Ja.
En kijk, en zo heb ik hier dus de Bitcoin op 4 uur basis, de Ethereum op 4 uur basis en de Ripple op 4 uur basis en daaronder op 15 minuten. Kijk, dat kun je dus bijvoorbeeld zo handelen, omdat je dus op dit moment zie je dat de beweging in de laatste 2-3 weken was het wat minder actief. Hè, maar tot voor 2 weken geleden kon je heel leuk intraday bijvoorbeeld op de Ethereum handelen. Ik zal dat even laten zien. Maar ik ondertussen een vraag stellen. Wie van de deelnemers die handelt ook al in crypto's? Hoeft niet intraday te zijn, maar wie handelt al in crypto's? Maak per handen de lucht in. Ik ben toch benieuwd naar hoeveel procent dat is. Nou. Ja, toch nog een kwart ongeveer. Nog niet. Dus ik heb ook nog afgelopen vrijdag 400-500 euro of 400-500 punten gepakt op die Bitcoin toen. Ja. Daarin best had ik nog wat ingezet, inderdaad. Ja, dus inderdaad, deze signalen die kun je ook gewoon op de Bitcoin en Ethereum zetten. Dus ja, een kwart ongeveer, dus drie kwart moeten nog aan de crypto's brengen. Ja. Of nou, anderzijds. De groeiende groep, Robert, hè? Ja, zeker. En zeker intraday, wat Alois zei van. Je hebt gewoon een beweging nodig in de markt, bewegelijkheid. En Ethereum en Bitcoin is natuurlijk wel een heel mooi product om in te handelen. Ja, kijk, wat je bijvoorbeeld ziet, vanmorgen was het iets minder duidelijk. Hè, maar wat je vaak ziet, dat op die 5 minuten grafiek in die Ethereum en die Bitcoin, als die door die nullijn gaat, dat vaak die bewegingen even doorzetten. Kijk, dit was vanmorgen 8 uur. Even voor de duidelijkheid. In principe is het systeem hetzelfde als wat we net in de DAX hebben gezien, in de Forex. Alleen de instellingen zijn aangepast. Maar je ziet dus dat het heel belangrijk is dat je met de richting mee handelt. Want hier had je dus een stukje kunnen pakken. Nou, stel dat je zegt, oké, ik wacht, blijf er even af. Je ziet hier op een gegeven moment ook dat momentum weer afnemen, dat opwaartsmomentum. Nou, vanaf hier, kijk, nou, dat is helemaal een mooie, kijk eens. Hier deze bijvoorbeeld, dat was om 9:30 onze tijd. Dan kreeg je dus hier een koopsignaal. Nou, je had hier dus een top. Hier een topje. En dit is een bodem die een stuk hoger ligt dan al die andere bodems. Dus de kans dat hij hier uit zou breken was best wel aanwezig. En hij wordt onderin, wordt hij ook nog mooi bevestigd hier. En dat is inderdaad hier een ritje geworden van, wat is het, 173 punten. Dus dat, ja, absoluut. Ja, kijk, dat is wel het leuke van de crypto's, met name die Ethereum en die Bitcoin. Als ze bewegen, dan zijn de bewegingen vaak best wel lang. En dat is natuurlijk een voordeel ten opzichte van de DAX en andere dingen. Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met volume. Ja. Ook hier weer rechts heb ik dit. Dit is geen 5 minuten grafiek, maar dit is een uren grafiek. En rechtsonder heb ik geen 15 minuten, maar een 4 uren grafiek. En dit is gewoon voor het grote plaatje. Nou, wat je dan heel duidelijk ziet is dat die Ethereum hier heel mooi op 4 uur basis een dubbele bodem heeft gemaakt. En als je dus op een gegeven moment dan hier komt, in dit gebied, dan ga je gewoon naar je 5 minuten grafiek of je 1 uur grafiek. En op basis daarvan kun je dan gaan handelen. De Bitcoin zal het nagenoeg hetzelfde zijn, kunnen even checken. Ja, hier zien we hetzelfde. Ik zal even uitzoomen zo. Nou, hier is het zelfs iets minder duidelijk, die dubbele bodem. Maar je ziet, in principe komt het veel overeen met elkaar. Ja. Ik vind persoonlijk de Ethereum leuk voor daytrading. He, omdat het lijkt veel op de DAX-handel. Bitcoin is toch nog wat agressiever en wat minder voorspelbaar. En ik weet het niet zeker, maar ik heb het gevoel dat de volumes in de Ethereum op dit moment zeker zo groot zijn als in Bitcoin. En daardoor krijg je ook vaak een wat vloeiender grafiek. Want dat is een ding wat zeker is, dat naarmate het volume toeneemt, dat zie je ook bijvoorbeeld bij de Eurostox ten opzichte van de DAX, dan zie je dat de grafieken vloeiender gaan verlopen. Ja. Alois, we hebben nog ongeveer 7 minuten, denk ik. Dan pak ik nog even een blokje over. En mocht er vragen zijn, dan stel die gerust in de groep.
Ja, volume, Peter, dat gebruiken we niet. Maar wat Alois wil zeggen, dat Bitcoin is nu... Er zijn heel veel partijen actief in. En Ethereum is wat minder. Dat is zeker waar. Maar goed, we handelen puur op prijs. En volume, dat is bijzaak wat dat betreft. Kan ik... Kan ik dan wel even iets van laten zien, hoor, van het volume. Waarom ik dat niet gebruik. Nee, maar dat ga jij maar eerst even je gang. Dat doe ik een afloop. Ja, mee. Anders precies. Anders zijn we door de tijd heen. Dan loopt iedereen weg namelijk. klopt het dat je... Kijk hoor. Ben ik nu... Kijk, screen 2 moet ik pakken. Ja, screen 2. Nee, apart. Wacht even hoor. Er gebeurt wat. Stop share. Oh ja, nu zie ik jou weer. Oké. Ja, dan moet ik deze naar voren zetten voor jullie. Even kijken, deze. Kijk, voor de diehards onder jullie. Zal ik hem laten zien. Voor de diehards onder jullie heb ik nog een link geplaatst, hè, over de sheet. Dus als je die wilt invullen, graag. Om je aan te melden. Want jullie worden natuurlijk ook beloond voor degene die alleen die zich aanmeldt. Die gaan niet handmatig alles doorsturen van iedereen die nu aanwezig is. Maar je moet echt even een toelichting geven wat je graag wilt doen. Kijk hoor, screen 2. Als het goed is, zie je nou ook het bonus sheet. Klopt dat? Ja, die grafiekjes. Dus, ja, de grafiekjes. Dus dat heeft... Alois ook gemaakt, ook als bonus. Dus wie heeft wel interesse om dit te ontvangen? Niet allemaal tegelijk natuurlijk, of juist wel allemaal tegelijk. Dat is natuurlijk heel goed. En dan zal ik, als je dat wilt doen, ja graag. Nou, Christophe, voor mij heb je die al, maar dan zal ik die alsnog doorsturen. Ik wil Etienne, nou hartstikke goed, Rick ook. Nou, ik vul graag even die... vraag in. En dan eventueel als je nog extra vragen hebt voor mij. Makkelijke vragen, die zal ik wel beantwoorden. En de moeilijke vragen, die pas ik door naar Alois. Maar er komt eigenlijk op neer van, ja, hoeveel kun je nou verdienen met het systeem? Hè? En er komt eigenlijk op neer. We hadden afgelopen vrijdag een bijgewerkte grafiek van de DAX. En kun je nog herinneren dat het boven de 1000 was inmiddels? 1000 punten, Alois, weet je maar uit je hoofd. De DAX, ja, daar zitten we zeker met vandaag erbij. Ja, hè? Ja, dus echt boven de 1000. En als je de lijn doortrekt, kom je echt op de oranje lijn van 2020 vorig jaar, boven 2146 uit. En nou, dank iedereen voor de interesse natuurlijk. Dus vul gerust even de formulier in, wat ik dus heb ingezet. En het raar is, dan moet je even kopiëren volgens mij, want op een of andere manier moet dat... www.punt voor worden gezet, denk ik. Moet je even kopiëren, want op een of andere manier, die short URL, die is niet met HTTP ervoor gezet, moet je zelf even doen. Dus wat je eigenlijk kunt verdienen, ja, dat hangt van jezelf af natuurlijk, maar dit is eigenlijk een vloeiende lijn. Het voordeel van intraday trading is dat je geen lange termijn long posities hebt. Dus wie van jullie heeft ook aandelen in portefeuille bijvoorbeeld? En dan als je dus kijkt naar, als je dus kijkt naar de aandelen, ook in deze dag, als DAX naar beneden klettert, Alois had geen centje pijn, sterker nog, hij keek in de ochtend, werd hij wakker en dan kon hij dus mooi handelen. Dankjewel Hans, dat is een goede link en naar mijn HTTPS ervoor. Thanks. Nou, we hebben een mooie assistenten bij je, Alois. Leuk, hè? Altijd goed. Altijd goed. Kijk, en dit is dan... Even kijken hoor, deze, ja, even een kort, hoeveel kun je nou geld verdienen, hoeveel kun je nou verdienen met trading? Het hangt een beetje van jezelf af, want Alois, die zeggen, ja, ik handel tussen 9 uur en 9:30, 10:30, 11:30, 1,5 uur. En als je dan met 10 contracten handelt, dan als je dan dit had doorgetrokken naar vorig jaar, dan had je dus 2146 punten op de DAX kunnen handelen, kunnen verdienen 21.460. Ik moet wel zeggen, dat is wel redelijk zwaar. Maar als je dan de helft hebt, dat is natuurlijk ook al heel mooi. Ruim 10.500. Dus dat is heel mooi. En als je dus een leverage neemt, een heffing van 1,30. Dus op 10 contracten, dan heb je dus €4.600 nodig. En als je dan gaat kijken, nou, ik wil niet 1,30 gestretched
scherp door de bocht en ik wil op basis van 10.000 handelen, dan heb je toch een heel mooi trading capital return on investment van ongeveer 214%. Nou, je bent dan een hele goede trader als je 30 tot 50% van deze resultaten behaalt natuurlijk. Het voordelen van het systeem is, je hoeft maar een paar uur per dag te kijken. Je kunt zelf je eigen tijd indelen. Dat is ook heel mooi. En Alois doet 1,5 uur. Nou, ik ben meestal in de middag en in de avond. Ik heb die rit naar beneden vanochtend gemist. En het tradingsysteem is toepasbaar op iedere markt. Ja, Alois heeft aangegeven, je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan op euro, dollar of forex, op de DAX, op de crypto. Zolang de markt maar volatiel is. En het is dus complementaire long-only strategie. Dus het systeem van Alois is zeer goed toe te passen op het systeem van Harm van Wijk met het trading navigator voor lange termijn. Let wel, geen overnight risico nemen, dus sluit wel je posities overnight. Dat is heel belangrijk. En je hebt ook een rugdekking van ervaren traders. We hebben dus een traders WhatsApp groep, een soort virtuele koffiekamer, een soort dealing room. En daar ben ik meestal ook aan het modereren en we laten de meesten wel vrij. We doen niet aan censuur wat dat betreft. Of we moeten echt heel erg uit de bocht vliegen, maar dat is amper gebeurd. En Alois die is een moderator van de Money to Work Trading Support groep. En dat is ook via WhatsApp. En daarin heb je dus ook toegang tot technische vragen. En Alois die heeft daar ook de trades die hij in de ochtend doet, heeft hij dan daar ook ingezet. En het mooiste, we hebben ook sinds een half jaar hebben wij een membership site. Dus ook misschien leuk voor jullie, exclusieve membership site. Natuurlijk, als je het systeem aanschaft, dan krijg je top-notch tot de elite tradersgroep, krijg je daar toegang tot. Maar stel dat je zegt, nou, ik ben wel geïnteresseerd in daytrading en ik wil graag tot de basis wel, tot het basisgedeelte wel toegang hebben. Zet het ook even in de vorm en dan zie je dan volg ik jou handmatig toe tot de basis. En dan kunnen we altijd nog upgraden naar betaald. Althans, als je het systeem hebt, dan kun je daar te worden geupgraden. Nou, wat kun je ontvangen hier? Wat kun je zien? Je hebt how-to's, je krijgt tutorials hoe je kunt handelen, hoe je het systeem kunt toepassen, een aantal bonusdocumenten en een aantal webinars die we hebben opgenomen in het verleden. En wat krijg je bij dit systeem? Het is een complete turnkey M2W-systeem. Dus inclusief online coaching sessie met onboarden. We helpen je uiteraard mee met het installeren met het systeem. En daarna ga je zelf aan de slag. Dan krijg je nog after service, after onboarding noem ik dat. We hebben ook een aantal keer een Q&A-sessie. Sowieso in het Nederlands één keer. En mocht daar voldoende aanleiding en vragen zijn, ook in het Engels. Want we hebben ook inderdaad internationaal gezelschap. We hebben zelfs traders vanuit de Caribbean, Thailand zelfs. Ik meen ook nog in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. En we hebben dus daar ook speciale sessies voor. Wordt ook opgenomen en dat wordt ook natuurlijk gedeeld in WhatsApp-groepen en gepost op de membership site. En daarin vind je ook heel veel trading manuals en we hebben trading documents en we helpen je ook mee met het broker zoeken. Wij hebben zelf Admiral Markets wat dat betreft, dus dat vinden we heel prettig. En IC voor de crypto's. En ja, wat kost het dan? Of het is een investering. Maar kosten, dat is als je vrouw naar een breiclub gaat, dat kost geld. Maar hier verdien je gewoon geld mee. Dit is een one-off investment van €877 in een 25 inclusief BTW, all-inclusive. Dat is een compleet geïnstalleerd turnkey system. Er zitten geen verder addertjes onder het gas, updates die er op dit systeem voor toepassing zijn. Die komen ook gewoon. Wordt ook wel doorgestuurd. En we maken het traden gewoon gemakkelijker voor jou natuurlijk. Mocht je echt interesse hebben in het systeem, ga dan voor aanstaande vrijdag 24 uur reageren via het webinar offer. Krijg je ook een unlimited internet coaching te waarde van €750 erbij als bonus. Wil je meer informatie, kijk naar moneytowork.com. En er was ook een trader, die was ook een aantal maanden geleden begonnen. Hij zei van gelijk al, ik ben heel blij met het systeem. En ik verdien er gewoon geld mee, dus het moet gedeeld worden. Lekker 112 punten kunnen pakken vandaag. Dat was trouwens op de DAX, meen ik, en niet op de Bitcoin trouwens. Dat tezijde, nogmaals, hier is een QR-code. Kun je dus scannen eventueel voor de formulier. Voor de tech-savvy guys en ladies onder ons.
En ga ik even kijken, Louise, of er nog ondertussen nog andere vragen zijn. Ik zie een vraag van Henk Kloosterhuis. Graag even, Henk, want als ik het afsluit, dan mis ik jouw e-mailadres. Graag even via die via het formulier even aangeven. Want dan kun je ook je wensen aangeven, natuurlijk wat je wilt weten. Dan heb ik nog in de chat een aantal dingen. Ja, Paul Drummer die zegt, via welke broker worden orders gedaan? Met andere woorden, welke broker is het beste om dit systeem te werken? Altijd een MT4-broker. Heb je al een goede MT4-broker? Prima. Maar denk wel goed aan de spread. En wij werken met Admiral Markets, omdat die een hele nette spread heeft. 0,7 punten op de DAX. En daar kun je ook 0,1 contact handelen op de DAX. Dus vrij klein. Dan kun je ook groot en klein handelen wat je zelf wilt. Dat doen we door, dus voor de DAX, voor indices, voor Forex. En voor de cryptomarkt, dan pakken wij het IC market. Omdat Admiral daar niet geschikt voor is, omdat er 200, 300 punten op de Bitcoin is. En bij de IC market is dat 20 tot 30 punten doorgaans op de Bitcoin. Dus best wel netjes. Dus ik hoop dat dat een goed antwoord is op jouw vraag, Paul. Ja, sorry, ik was later ingelogd, Paul. Deze sessie wordt opgenomen, is opgenomen en er wordt ook geplaatst door Harm op de website. En Theo zegt, Alois, het was een mooie short trade DAX als je erin was gebleven. En uiteraard bedankt voor je mooie presentatie. En Paul zegt, dankjewel. Alois, heb jij nog een slotopmerking misschien op dit moment? Nou, ik kan nog wel even op die vraag terugkomen van als jij even kan omschakelen, ja, over dat volume. Ja, ik ken mijn plaats, Alois. zien jullie mijn grafiek? Nog niet, even doordrukken. Je moet twee keer klikken namelijk. Oh, wacht even, moet ik bevestigen soms? Ja, precies. Graag gedaan, Fan. Zien jullie nu mijn grafiek? Nou, ik hoop, Fan, dat we ook een fan erbij hebben. Ja, we zien de grafieken, klopt, okay. Klopt. Ja, nou, er was net een vraag over met volume werken. Nou, kijk, voor een belegger is volume heel belangrijk. Hè? Want als je dus een uitbraak hebt voor een aandeel bijvoorbeeld met een hoog volume, dan is dat gewoon een heel sterk teken. Hè, dus zo'n aandeel zou je eerder moeten kopen dan met een uitbraak met een laag volume. In daytrading is het een heel ander verhaal. En daar zie je dus dat vaak het hoogste volume wordt bereikt op het moment dat de markt aan het eind van zijn beweging zit. Dat kan zowel naar boven zijn als naar beneden. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven, heb ik hier even gauw wat neergezet. En dit is die 15 minuten grafiek van de euro-dollar, die ik zelf gebruik voor mijn analyse. Als je dan onderin kijkt, hier heb ik dus de volumes gezet. Nou, dan zie je dus bij deze top hier, als we hier dus bijvoorbeeld even beginnen, dan zie je het hoogste volume hier. Ja. En daar wil ik niet erin. Ik wil dan juist, wil ik eruit. Kijk, waar ik erin wil, dat is hier, als die uitbreekt hier, op dit niveau. Kijk, hier ergens. En daar wil ik er wel in. Dus, ja, zie je trouwens ook de grafiek, want ik zag iets anders. Maar ik zie de grafiek wel. Zie je ook de grafiek? Even graag een jaartje of neetje zeggen, want dan kijken we naar hetzelfde beeld. Ja, oké, okay, dankjewel Ruud. Ik wil even meenemen, ook in die volume spikes. Hè? Wij in de markt, wat Alois zei, ik wil gewoon uit als het kan. Dat zei Jesse Livermore ook. Hè? You have to sell or to close your position if you can, not when you have to. Meestal is het zo dat die volume spikes vaak voorkomen bij bodemtoppen. En dan zit je vaak bij een omdraaipunt, hè. En dat komt namelijk omdat dan heel veel partijen worden geclosed met een margin call. En dan worden de posities gedwongen, verkocht of gesloten. Verkocht bij een long positie of teruggekocht bij een short positie door de broker. En dat zijn juist dus dan op dat moment ook de niet goede punten. Omdat je A, een slechte uitvoering krijgt. En je wordt dan ook op een heel slecht moment eruit gesqueezed. Dus dat moet je nooit willen. Vandaar dat je dan ook ziet dat je daar heel veel volumes op ziet. Ja, dus daarom handel ik daar niet op volume. Hè. Ik Klopt. Handel puur op eigenlijk beweging, zeg maar. En hier zie je het ook, hier heb je een bodem. En hier zie je ook eens een cluster van enorme volumes, volumespikes. Hier hebben we weer een bodem
heb je ook zo'n volumespike. Nou. Ja, ik moet wel bijzeggen dat als je dus kijkt naar een uitbraak en na een consolidatie, dus niet na een rit van een forse stijging en daling, maar als je een consolidatie hebt. En heel vaak heb je een trading range en als het dus doorkrakt en dan komt de volume erin en het zet door, dat is een heel slecht teken als de markt naar beneden gaat. Dus dan moet je ook even in perspectief plaatsen. Dus in die manier, op deze wijze kun je natuurlijk ook wel volumes toepassen. Maar dat hangt natuurlijk ook van de marktsituatie af. En het is heel simpel. Zet die PMA, als je dit systeem hebt, dan wordt de wiggeroede toch op de goede kant gewezen door het systeem. Dus ik hoop dat ik hiermee duidelijk heb gemaakt waarom ik dus zeker op die ene, die 5 minuten niet met volumes werk. Klopt. Niet omdat ik niet geloof in volumes, dat is niet waar, maar het heeft geen effect. Je bent te laat als je op volumes gaat letten. En mag ik een vraag stellen? Jij mag niet beantwoorden, jij weet het wel, Alouise. Als je in een trading range hebt gezeten en op een gegeven moment breek je doorheen, hoe komt dat eigenlijk dat je heel vaak een versnelling hebt? Kan iemand daar een nuttig antwoord op geven? Elk antwoord is goed hoor. Althans, hoeft niet goed te zijn, maar het is geen slecht antwoord, laat ik zo zeggen. Dus even kijken of jullie ook nog bij de les zijn. Emotie. Nou goed, emotie, Arjan, dat is altijd aanwezig in de markt. Ook in een trading range. Maar waarom zie je vaak als je een trading range hebt en je gaat steeds naar beneden toe, of je breekt uit naar beneden, waarom zie je heel vaak een acceleratie? Steeds meer kopers in de markt, mis van winst. Ongeveer. Ik wil even nog veel verkopers, algo's. Algo's zijn er altijd, Ruud. Paniek. Ja, je komt in de buurt, Adrie. Verkopers, veel verkopers, zeggen Jeffrey. Wat er namelijk gebeurt, hè, als je in een trading range zit. Hè? Heel vaak zie je dus standaardboekjes. Bij heel veel partijen hoor je die van tevoren zeggen van ja, je moet aan de onderkant van de trading range kopen en de bovenkant verkopen. Heen en weer tikken, heen en weer tikken, takkie spelen. Net als Spanje natuurlijk, met voetbal. Tikkie-takkie spelen, aan de onderkant kopen. En vooraf wordt er altijd gezegd, tekstboekjes worden erbij gehaald. En dan zegt ja, als je onderin zit, dan moet je kopen en dan kun je laten weer verkopen. Je kunt gewoon gegarandeerd geld verdienen. Maar het probleem is dus, en des te langer een trainer eens voortdoet, des te meer dus de bevestiging is dat de trainer eens stand houdt. Maar als je dus doorwerkt naar beneden, dan zit iedereen nog met het gedachte, we zitten in de training range. Dus het blijft gewoon kopen inderdaad. Met andere woorden, iedereen die op die steun koopt, mits zij ook een stoploss eronder hebben, en meestal zo met 70, CFD's of vorig wat dan ook, als je naar beneden gaat, dat dan die longposities worden uitgestopt. En wanneer worden meestal, waar worden eigenlijk stoplossen geplaatst? Juist onder die training range. Met andere woorden, je krijgt een trigger naar beneden toe, de longs worden uitgeshaked, dan krijg je een verkopers komen in de markt, en dat is misschien ook inderdaad in die M5 erbovenin, bij die pivot point, Alois, erbovenin, rechtsboven, bij die 5 minuten grafiek, hè? Dan zie je ook een beetje een soort trading range, een pivot point wordt gebroken, en dan zie je dus ook een, als je een beetje fantasie hebt, dus een trading range bij 15.650 volgens mij, de low. Dan zit je nog in een soort koopmodus inderdaad. Dus kopers die denken, hey, dit is een mooi koopmoment. En als je dus niet gaat hakken op dat moment, nou, dan word je gewoon gekild en dat zie je. En vandaar dat we zeker ook letten op trading ranges. En als je een uitbraak hebt met natuurlijk de PMA in je rug, in dit geval dus neerwaarts, nou, dan moet je gewoon meegeven mee met de trend naar beneden. En nu komt het. Degene die dus nog in die tunnelvisie zit van de trading range, die is dan geneigd om te zeggen, hey, we zijn uit de trading range gebroken, we gaan naar beneden, de markt is goedkoop geworden. Nou, zolang dat niet het geval is, maar je ziet een acceleratie naar beneden, er zijn heel veel beleggers of huistuin- en keukenbeleggers en traders, met alle respect, die denken, het staat laag, ik moet kopen. Ik moet kopen, ik moet kopen. En als de druk naar beneden is, dan zie je dus dat die posities nog verder onder water komen. Oftewel, die worden op een gegeven moment uitgesqueezed. En dat zal op die S2 plaatsvinden uiteindelijk. Hetzelfde verhaal ook. Nu hebben we dus ook een heel goede, Alois aan de rechterkant, een mooie trading range. Van tevoren kun je al bepalen
ongeveer, als maar iets uitbreekt, welke kant het op gaat en wat de target daarvan is. En zo kijk ik dus naar de markt. Dus ga je dus omhoog. En natuurlijk, mits die PMA blauw wordt en je breekt naar de bovenkant uit, nou dan kun je toch, ik moet toch even mijn koopbril opzetten. Ik denk dat dat, hoeveel zou het zijn? 300 punten, 200 punten. Het is heel klein. Ik ben niet gesponsord door Hans Anders trouwens. Maar hoeveel punten is dat? Je bedoelt dat systeem omklappen? Ja, ja, precies. De 32 punten. Oh, 32. Ja, precies. Dus en dan weet je van tevoren. Mocht dan de markt omhoog breken. Ongeveer tot hier, tot S1. Ja. Dus op die manier kun je ook een beetje gaan kijken naar de markt. Wat het meest waarschijnlijke scenario is. Maar je moet natuurlijk wel op de signalen handelen. Daar had hij clip-flip-methode inderdaad. Theo is scherp. Ja. Nou, ik hoop dat ze ook een beetje extra inzicht hebben gegeven voor jullie. Want de meesten zijn natuurlijk afgehaakt. En de klappers komen toch op het einde, denk ik. De bonus. Maar klopt het een beetje wat ik zeg? Of is het gewoon totale onzin wat ik zeg, Alois? Nee, het klopt helemaal. Anders had ik je wel in de reden gevallen. had je gezegd. Nee, maar heb je dat ook niet gehad? Ook op de vloer, dat je dat zag, hè, met acceleratie. Ja. Dat heel veel mensen ook op de vloer, hoor. Helemaal in het begin zeiden ze, ja, de markt gaat zakken, het staat laag. En Alois zei denk ik ook van, nou, in de markt is niet iets te goedkoop of te koop of te duur. Maar als iets te goedkoop is, dan corrigeert de markt dat zichzelf. Ja, ja, zeker. Kijk, je kan nu op dit moment zou je kunnen zeggen, dit is een pullback in die neergaande beweging van vanmorgen. Klopt. Maar ja, goed, zodra die uitbreekt aan de bovenkant, dan heb je kans dat je natuurlijk verder omhoog gaat. En dat zou je eventueel met behulp van je Fibonacci retracements, zou je dat natuurlijk ook nog iets preciezer kunnen bepalen. Mm-hmm. Dat kun je bijvoorbeeld door zoiets te doen. Dan zie je dus dat, ik zal even wat inzoomen, dan wordt het misschien wat duidelijker. Dan zie je dus dat het, even kijken, eerst voorkomen, die 38,2, dat is een heel veel voorkomend retracement level. Nou, daar zit hij precies op nu. Ja, dat is wel bijzonder, hè? Ja, 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 ja. Kijk, en dan zie je dus, als je dit patroon omklapt, wat we net deden, dan zit je iets boven de 50%. Ja. En hier op 15.600 ongeveer, daar ligt 61,8% retracement. Nou, zolang dit niet doorbroken wordt, die 61,8%, kan die markt nog steeds opnieuw naar beneden gaan. Gaat die hier doorheen, dan ga ik ervan uit dat je een full retracement krijgt, weer helemaal naar de top van vanmorgen. Maar goed, ja. dat weet je niet. Kijk, het is geen voorspellen van de markt. Het is puur gewoon kijken van wat zijn de mogelijkheden. Ja, voordenken. Ja, en wat kan die markt doen? En als je denkt dat die op een gegeven moment hier door die 61,8 toch verder omhoog wil, ja, dan ga je naar je 1 en je 5 minuten grafiek. En daar ga je op basis daarvan ga je dan handelen. Ja. Ja, je moet dus niet de wijsheid in pacht hebben van denk dat de markt doet wat jij wilt. Dat zou mooi zijn. Nee, maar het is wel op deze manier kun je gewoon voordenken. Je moet voordenken in plaats van nadenken. Ja, oké. Okay, nou, ik weet niet of het nog prangende vragen zijn, maar ik vond het een mooie aanvulling, die Fibonacci trouwens. Absoluut. Ja. Wie vond het een leuk seminar of webinar op dit moment? En als je een cijfertje wilt geven, mag geven, op schaal van 1 tot 10. Dus 1 is slecht en 10 is uitstekend. Nou, toch wel benieuwd, want we moeten altijd kwaliteitsbewaking doen natuurlijk. 8,8,8. 7,8. Kijk, Hans is heel precies. Christophe zegt, zeer interessant. Dankjewel, Louise. Fijne dag. Een 8 van de 10. Heel mooi. Interessant, zegt Rick. Tunnelvisie is killing, inderdaad, Adrie. Flexibiliteit is top. Je leert jezelf zeker wel kennen. 9. Mooi webinar, zegt Ruud de Schuren. Ook mooi dat je weer bij bent, Ruud. Altijd gezellig. Ook een 8. Nou, je bent tevreden met de score, Alois? Ja, hoor. En bedankt, Peter, ook voor je 9. En iedereen heel veel succes met het traden. Kijk, ons maakt het niet uit of je wel of niet aan de slag gaat met het systeem. We hopen ook dat met dit soort webinars dat we ook extra inzicht geven in de dynamiek van het daytraden. Maar ook dat je dit soort inzichten kunt toepassen op je beleggingsactiviteit. Dus bedankt voor jullie aandacht natuurlijk. Alois, een bijzonder dank ook voor jou, voor je presentatie.
En heel veel succes iedereen. Tot de volgende keer.